Hallo? Zijn ik het? Zijn al onderweg? De ref zit al in de notte. Ik zit aan het inpakken. In het bar? Dat is zeker dat. Bij de poot. Bij de poot? Is dat wel skuiderwoord? Dat er iemand bij is, hè, Fomp. Nou, niet. Oké, ik kom eraan. Tot ze beet. Mai, ik. Ben je er gerokt? Dat is dikke misère in de stad. Dat is hier van de Nant. Nee, dat is hier niet van de Nant. Dat is hier van ons. En het paai? Wat had je daarna gedacht? Reffa. Dat is proper. Zo met die anderen opzij. Dat gaat schoon worden, de vijfde. Hola, kom. Geef het even aan. Hela. Moet niet afjagen, hè. Wat is dat? Een pot yoghurt met 4 pollepels, maar. Wat is dat nou? Dat is een pot met mijn halve verf, met 4 burstels. Ja, wat moeten we ermee doen? Ik dacht dat je een dikke envelop met geld ging krijgen. Geld maakt niet gelukkig, vriend. Nou, we kunnen naar leven al veel stoeme dingen horen zeggen, maar deze is echt wel het stoemste dat ooit uit haar kwijk is gekomen. Brikje, je doet even een beer. Ga ik al samen met hem, heel stad mooi verven. Ikke, alleen, met je een pot verf. En met hem. Niet alleen, hè. Iedereen, alle man. Met vlaggen, en sjalletjes, en truitjes. Elke gevel in Antwerpen moet mauve kleuren. Al is dat de mensen een mauve onderbroek voor hun rood hangen. Ja, maar kijk maar ook aan de mensen weten dat ze dat ook moeten doen. Daar heb ik 13.000 flyers voor laten drukken. Die gaan na in de mensen hun bus gaan steken. En dat moet allemaal van de avond nog. Ja, ik heb niet veel tijd meer, dus stik maar een tentje bij. Voilà, het is schuif voor één keer, voor de pluik van de stad. Reffa, come on.